aan te zeggen. De Surinaamse karateassociatie is met een delegatie afgereisd naar Santo Domingo. De 6e editie Caribische karatekampioenschappen. En zijn boven mijn verwachtingen toch in de prijzen gevallen. 3 fighters, een coach, een scheidsrechter en een delegatieleider. Dus het was heel erg, ja, mooi nieuws voor ons, voor de SKA. En laat het ook een inspiratie zijn voor de andere karateka's en de leraren in Suriname. We proberen volgend jaar nog betere resultaten eruit te kunnen halen. Ja. En ja, we hebben nu onze hoop gevestigd dat het in Guyana wordt gehouden. Het zijn 2 keuzes, Guyana of Curaçao. Maar liefst Guyana is vlak naast ons. Dan kunnen we met een grotere delegatie volgend jaar daar aan het toernooi participeren. Hoe zijn deze karateka's geselecteerd? Deze karateka's zijn niet echt geselecteerd. Het zijn de ouders die wat geld konden opboosteren. Die tickets hebben we een gedeeltelijk sponsoring kunnen vinden. Maar voor het eigen geld moet je zelf kunnen opboosten. Dat is het probleem. Je weet, een ticket is vreselijk duur. Ja. $1,100, $1,200. En dan die kosten daar zijn bijna ook weer $800. Dus je komt gewoon weg op een $2,200 met alles al in. Ja, dus de mensen die het zich konden permitteren. En 2 van die jongens waren al eerder naar het buitenland gegaan. Naar een ABC-toernooi. En er was wel een soort selectie gemaakt, maar we hebben ons niet echt goed kunnen voorbereiden. We hadden 1 klein toernooitje en daarna die coaches hebben gekeken. We hebben bepaalde mensen opgeroepen. Er waren eigenlijk meerdere mensen geselecteerd, maar vanwege bepaalde omstandigheden konden zij niet meer afreizen met hun school, et cetera. We hadden nog een andere jongen en nog eentje van Funagoshi en eentje nog van Seiken. Maar ja, ze konden niet vanwege hun school. Ze hadden examens moeten afleggen en men zou geen vrijstelling kunnen krijgen. Oké, maar ook al konden de ouders zich permitteren dat deze jongens west kunnen gaan, ze moeten wel wat in de mars hebben. Ja, ik denk 1 van ze wel, maar van die andere was een twijfelgeval. Begreep je? Het is behoorlijk wat geld, en vooral met de koers tegenwoordig. $1 is bijna 38, 39 gulden moet je opboesten. Dus daarom... Ik heb het over van, je moet wel vaardig genoeg zijn om mee te kunnen doen aan zo'n toernooi. Ja, maar die jongens hadden dat niveau wel. Ja. Dus... En natuurlijk, ik heb ook een grote impact. Ik heb wel een degelijke ervaring wat kwaliteiten betreft, kwantiteit, kwaliteit en zo. Dat is heel erg belangrijk. Je moet ook inzichten kunnen hebben van, hey, die kan het halen en die niet. Begreep je? Die kan misschien een goede beurt slaan. Maar we moeten ook naar de kleintjes uitkijken, want je hebt 10, 11 jaar, 12, 14 jaar. Dus daar gaan we ons komend jaar of dit jaar nog op concentreren. Want we willen met een veel grotere delegatie gaan het komend toernooi. Ik was afgereisd naar Santo Domingo. Ik vocht in een hogere klasse dan normaal. Normaal vecht ik in min 67. Maar dit keertje heb ik gevochten in min 75. De eerste wedstrijd ben ik uitgekomen tegen de kampioen in die klasse van Santo Domingo. Dat was 2-2, maar hij had eerste punt voordeel. Dat was mijn nadeel. Hij won zo de wedstrijd. Dan kon ik... Verder, mijn tweede partij, vocht ik tegen Haiti. Dat verloor ik jammer genoeg 5-3. En ja, dat was mijn ervaring. Ik heb eruit kunnen leren. Het is een hogere klasse dan normaal. Maar het is een ervaringrijker. Waarvoor heb je voor een hogere klasse gekozen? Voor een hogere klasse? Nou, er zijn 3 van dezelfde. Eigenlijk zijn wij alle drietjes. Dezelfde gewicht. Dus hebben ze ons verdeeld in alle 3 klassen. In de 3 klassen, 1 hebben ze min 67 laten vechten. Ik ben dan in min 75 en de andere jongeman is in plus 75 uitgekomen. Wat ga je nou doen om te overtuigen dat je in de klasse makkelijk stand kan houden? Nou, natuurlijk hard trainen, presteren. Presteren is belangrijk, hard trainen. Dat ga ik doen. Ik doe al 8 jaar aan dit sport. En tot nu toe heb ik mezelf goed kunnen ontwikkelen in dit sport. Ver kunnen gaan, is hard getraind en al. Dus ik zie dat ik me meer kan voorbereiden voor andere toernooien. Hey, maar ik zie je bruine band. En hoe lang heb je de bruine band al? Al 2 jaar. En nu ben ik bezig voor te bereiden voor mijn volgende rang. Dus nu train ik daarvoor en dan
binnenkort maak ik misschien examen voor mijn volgende rang. Oké, je bent ook op reis gegaan. Je hebt meegegaan aan het toernooi. Vertel, hoe heb je het gedaan? Nou, mijn eerste wedstrijd was ik gekomen tegen een jongen van Puerto Rico. Die had ik verloren met 5-3. Een jonge man was goed. Maar ja, ik kon hem gewonnen hebben, maar er waren een paar fouten gemaakt. En ik heb natuurlijk ook geleerd uit mijn fouten. En nu moet ik dan harder gaan trainen, gaan werken op mijn fouten corrigeren en al. En mijn tweede wedstrijd die kwam ik tegen Haiti. Die won ik met 4-3. Daar behaalde ik de derde plaats. Ik had de laatste kans daar om die derde plaats te halen, dus ik heb me daar uiterst ingezet om tenminste iets te winnen. Hoe voelde het aan? Nou, het voelt prettig aan. Ja, na mijn eerste wedstrijd dan was ik een beetje down. Ik had verloren en zo, maar ik had nog een kans om toch met een derde plaats te komen. Dus ik heb me daar uiterst ingezet om die derde plaats te winnen en ik ben trots. Ik ben uitgekomen in de klasse plus 75 kilo. Dat is een zware klasse. Ik heb, ben namelijk op de derde plaats uitgekomen tegen iemand van Bonaire. En ja, die man was zwaarder, maar ik heb toch wat stappen kunnen voorzetten om mijn best te kunnen doen. Nu zitten jullie met z'n drieën ongeveer in dezelfde klasse. En hoeveel steun heb je van elkaar tijdens zo'n toernooi? Hoeveel steun hebben we van elkaar? Wel, namelijk staan ze aan de zijlijn, dus best wel veel. Mm-hmm. Ja. Heb je zoiets van, oké, hij heeft dat verkeerd gedaan, ik moet dat anders aanpakken en hoor je ze aan de zijkant? Je hoort ze, maar je kan niet met ze communiceren, dus je hoort ze wel dingen naar je toe schroeven van doe dit, doe dat, maar ja, is alleen maar uitvoeren. Mm-hmm. Ja. Je bent ook een bruinbander. Hoe lang ben je bruinbander? Twee maanden. Ja. Is het moeilijk om zo'n steeds die stappen te maken om een hogere baan te krijgen? Het is gewoon je kata scannen en je best doen. Dat lukt het. Wat staat er nog voor jou in het verschiet? Te wachten voor ons. Wat mogen van je verwachten? Ik zou zeggen, het zijn namelijk een verrassing. Spreken voor zich. Hoeveel erkenning krijgt u internationaal? Internationaal krijg ik wel die erkenning, moet ik wel zeggen. Als je kijkt dat je als scheidsrechter wordt geselecteerd om deel te nemen aan de Spelen. De organisatie doet dat. Het is niet Suriname die het doet, maar de internationale organisatie doet dat. En dan is het een stukje erkenning, want je wordt gekozen uit een groep van honderden scheidsrechters. Meestal op deze Spelen heb je hooguit 20 scheidsrechters uit diverse landen. En dan is het toch wel prettig om te zien van, jij als Surinamer bent erbij. Ja. Welk event heeft u het voor het laatst meegedraaid en welke staat te wachten? De laatste was dan natuurlijk de Caribische Karate Kampioenschappen. Daarvoor had ik die Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen. Dat is weer anders. Dat is een stukje hoger. En wat mij te wachten staat, ik ga richting India in november, hoogstwaarschijnlijk, om daar wedstrijden ook te organiseren, leden en mensen te trainen. Is er leeftijd aangebonden? Nee, actually, ja, ze zeggen wel tot je 60ste, maar ze houden zich niet eraan. Meestal ga je door totdat je echt niet meer kan. En als scheidsrechter moet je toch wel move op het veld. Dus, en als je het niet meer kan, dan moet je voor jezelf weten van ik moet stoppen nu. Hoe houdt u het niveau bij? Ik bedoel, er komt verandering van regels en alles. Hoe doet u dat? Oké, op regelmatige basis heb je, als de regels veranderen, wordt dat opgestuurd. En daarnaast, het is niet alleen maar die regels lezen en dan denk je dat je het hebt. Maar je moet ook gaan naar de Pan-Amerikaanse, tenminste voor Suriname hoor. We zijn in die Pan-Amerikaanse regio. Ga je dan naar de Pan-Amerikaanse Karate Kampioenschappen. En daar heb je dan op regelmatige basis, of nou niet regelmatig, elke Pan-Amerikaanse kampioenschap heeft seminars.
En dan moet je meedoen aan die seminars en daar leer je dus dingen. Kijk, je kan die regel lezen, maar je moet weten hoe je het toepast. En daar lees je, daar leer je het. Daar leren ze het aan je, wat je moet doen, wanneer, hoe, enzovoort. Dus dat. Maar dat betekent dat je ook bezig bent op de mat zelf, karate? Ja, moet wel. Kijk, er zijn, ik weet niet als het zo is bij andere sporten. Vergeeft u me als ik iets verkeerd zeg, maar voor karate, wat karate betreft, moet je karate hebben gedaan. En je moet een niveau hebben van tweede dan, alvorens je eigenlijk scheidsrechter kan worden. Zijn er nog scheidsrechter, Surinaams scheidsrechter, die op dit niveau waar u bezig bent, het ook doet, of aankomend? Er is één, maar hij is een hele tijd gestopt ermee. En je weet, je kan je licentie verliezen als je niet participeert. Je moet om de 3 jaar moet je je licentie vernieuwen. En als je het niet vernieuwt, dan verlies je het eigenlijk. Maar ja, we hebben één. En we hebben lokaal nog een paar. En het is de bedoeling dat we die klaarstomen om ook op dit niveau te komen. Want ik bleef niet eeuwen ten dagen. Ja. Maar hoe word jij eigenlijk, is de roeping, heb je zoiets van oké, ik doe niet meer actief karate en ga nu de wedstrijden leiden? Het moet in je zitten en je moet het willen. Omdat, kijk, toen ik heb een training gehad lokaal, ongeveer in 1986, door Sensei Jumrati. Hij gaf het toen. En ik was zo, tenminste de manier hoe hij die lessen gaf, kennelijk, was ik heel erg geïnteresseerd erin. En zo begon ik erin te, ik hield me erbij bezig. En op een gegeven moment zeg ik van, hé, dit wil ik doen. Ik trainde toen nog, ik deed nog aan wedstrijden mee, maar dit wilde ik op een gegeven moment doen. En op een gegeven moment, op een bepaalde leeftijd, zeg je, je doet geen wedstrijden meer. Maar toen heb ik gezegd, hé, dit wil ik blijven doen. En dat is. Je moet het blijven doen. Je moet het blijven doen. Ja, precies zo hoe iemand traint, een karateka, maar niet alleen maar een karateka, elke sport. Precies zo hoe je traint, elke dag of zoveel dagen in de week, zo moet je ook als scheidsrechter regelmatig bezig zijn ermee. Want anders vergeet je bepaalde dingen. Die flexibiliteit gaat er ook uit. Kijk, gedurende COVID was het een heel groot probleem. Niet alleen voor mij als scheidsrechter, maar voor alle scheidsrechters. En ze hebben het ook gezegd. Gedurende COVID had je geen wedstrijden. Nee. Mocht niet. Nergens in de wereld. En ook de mensen mochten niet trainen. Daarom bij de eerste Pan-Amerikaanse wedstrijden in 2021 merkte je het ook. Nee. Dat niveau was een beetje laag, maar ook de scheidsrechters. Nee. Weet je, we kwamen weer na een jaar, anderhalf jaar, kwamen we weer dan bij elkaar om dan. En je merkte het, dat niveau was niet zo geweldig. Maar goed, je moet bezig zijn en op een gegeven moment